Deze productie is mogelijk gemaakt door De Filmmakelaar. Kan je me vertellen hoe je heet? Vincent Vermeer van de firma Dogbite. Vincent, ambassadeur van MKB Rotterdam Rijnmond. Waarom ben jij ambassadeur geworden? Ambassadeurschap voegt naar mijn mening enorm veel toe binnen het groeiende MKB-netwerk. MKB wordt steeds groter, waardoor het ook wat ondoorzichtiger wordt en mensen een beetje zoekende zijn. Ideaal moment voor mij om vanuit mijn natuur het netwerken nog meer te profileren binnen een selectere groep. Ik denk dat het belangrijk is om nog meer het gezicht te geven aan de MKB. En ja, ik vind het super tof om nieuwe mensen te leren kennen. En hoe mooi is dat in dat kleine clubverband binnen het ambassadeurschap. Wat hebben leden van MKB daaraan dat jij dat, wat heb jij hun te bieden, zeg maar? Sowieso heb ik de leden een warm netwerk te bieden. Ik ben van nature een netwerker. Ik neem vanuit 20 jaar business-to-business ervaring een netwerk mee. Waarin ik zal proberen om de leden toegang te geven met mijn netwerk. Mocht daar ook business uitrollen, is dat voor mij alleen maar een plus. Een basis ligt bij mij om elkaar te versterken, te verbinden en mijn netwerk open te stellen voor de andere leden van de MKB. We zijn dus bij het Ledenfestival. Wat vind je ervan van deze bijeenkomst? Ja, top. Leuk om zoveel mensen te zien. Weer interactie te vinden, weer nieuwe mensen te leren kennen. Ook buiten mijn ambassadeurschap. Ik denk een supergoed initiatief. Ook leuk om kennissessies te organiseren, kennis te delen. Ja, ik juich ertoe. Ik kijk uit naar volgend jaar. Mensen die nog geen lid zijn voor een MKB Rotterdam Rijnmond, waarvoor zouden die lid moeten worden? Omdat ze voor een, vanuit mijn perspectief, een relatief laag bedrag toegang krijgen tot een onwijs leuke club met mensen waarin ze interactie kunnen vinden. MKB is ook goed vanuit de politiek voor de MKB, dus je steunt ook de politieke beweging. Gebruik maken van de ledenvoordeel, ja, bijna no-brainer om daar lid van te worden. Het lidmaatschap heb je eigenlijk al terugverdiend met de voordelen die je hebt. En nogmaals, je krijgt toegang tot een hele toffe club, enthousiaste mensen. Kan jij misschien een tip geven aan collega-leden? Drink een bak koffie met elkaar. Neem de tijd om elkaar te leren kennen, ook al heb je niet de intentie om te zeggen van joh, ik wil hier gelijk mijn business vinden, leer mensen kennen. Er zit een netwerk achter het netwerk, dat is ook belangrijk. Dus mijn tip is, neem de tijd om mensen te leren kennen, drink die bak koffie en laat de natuur zijn beloop doen, dan komt het vanzelf. Deze productie is mogelijk gemaakt door De Filmmakelaar.